Nou, ik vlog natuurlijk over mijn inspirerende leven in Rotterdam. Nou ja, het is leuk om te vloggen. En ik ga naar de boekpresentatie van Ulrich van Gobbel, Feyenoord-legende. Ik weet enerzijds dat het leven niet ongemerkt aan hem voorbij is gegaan. Dat is een eerlijk verhaal. Dat betekent ook dat hij in die periode van 3 jaar ook zijn moment heeft gehad dat er nogal wat ballast in zijn kop zat. Maar hij is altijd zo sterk geweest mentaal en zo professioneel. Hij heeft de boel dus nooit in de steek gelaten. We hebben keihard gewerkt. En alleen dan omdat hij een geweldige uitstraling had. Mentaliteit was geweldig. Hij wilde prof worden. En we hebben goed met hem gesproken en hij heeft ons niet in de steek gelaten. Ik heb een aantal spelers waar ik van ben gaan houden, even los van winnen of verliezen. En daar is Ulrich er één van. Het spreekwoord van Feyenoord dat past eigenlijk perfect bij mij. Geen woorden, maar daden. Dus op het veld moet je het laten zien. Dus, ja. En zo was ik eigenlijk als persoon eigenlijk ook. Ulrich van Gobbel, Ulrich.